Yo, VacuGamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op VacuGames Reloaded. En jongens, de vorige aflevering dacht ik dat ik enorm verdwaald was, dat ik maar liefst 100.000 blokjes van mijn huis af zat. Is helemaal niet waar, totale paniekzaaierij om helemaal niks. Mijn huisje ligt namelijk daar achter die berg. Gewoon een klein beetje die kant op en we zijn weer helemaal thuis. En ondertussen dacht ik ook van, hey kijk, als we nou best wel redelijk dicht bij huis zijn, dan kunnen we er misschien ook voor zorgen dat we binnenkort eens dat hele agressieve pleurisbeest wat we de vorige keer zagen mee kunnen nemen. Want ik heb natuurlijk gewoon een paar leads liggen thuis en dat agressieve beest met die horens op zijn kop is een hele toffe aanvulling op mijn soort van dierentuin, tussen hele grote aanhalingstekens, die ik natuurlijk ooit eens een keertje wil hebben. Kijk, we moeten nog varkens, die moeten we nog hebben. We moeten nog lama's, moeten we absoluut nog hebben. Maar die beesten daar, met die horens op mijn kop, die zijn ook wel tof. En daar ligt er ook eentje, kijk. Ik heb alleen een flauw idee wat je ermee kan, dus dat mogen jullie me in de reacties allemaal uitleggen. Maar voordat we dat gaan doen, voordat we op zoek gaan naar allemaal andere dieren, willen we natuurlijk eerst eventjes de basis af hebben van wat we nu hebben. Want, wat hebben we de vorige keer gehaald? Heel erg veel nieuwe kool, dat is heel erg positief. We hebben wat goud wat we natuurlijk lekker kunnen smelten. Maar vooral, we hebben heel veel nieuwe ijzer. Gadverdamme. Ik zat net lekker in mijn positieve flow. Krijgen we weer een enorme berg aan regenwater over onze bakken zijn. Ah, ik voel me meteen depressief. Ik weet niet waarom. Laten we gauw naar huis gaan, dan kunnen we gauw slapen. En hopelijk is daarna al die ellende voorbij. En dan kunnen we gewoon weer positief aan de rest van onze Minecraft toekomst gaan denken. We moeten gewoon positief denken, dat is belangrijk. Oké, wacht. Hoe gaan we nou lopen? Wacht. Hoe gaan we dit doen? Dit is trouwens helemaal de verkeerde kant. Ik moet deze kant helemaal niet op. Nou, mama! Ik ben een beetje bang. Nee, weet je waar we doorheen moeten? We moeten door... Wat kunnen die beesten trouwens hoog springen, joh? Jij, ik ben helemaal trots op jou. Zo hoog als dat jij kan springen. Hoppakee. Ik vind ook dat je dood moet. Gewoon puur vanwege wat je collega me de vorige keer heeft aangedaan. Ja, bäh, inderdaad. Haal je me niks in je hoofd? Want voordat je het weet ben je ook een shawarma-slachtoffer. Dat is wat we moeten doen. Nee, we moeten eventjes door deze paddenstoelenbos-ding heen. En daarachter zou ons huisje moeten liggen. Als het goed is, want er was namelijk een woestijn. Daar was de woestijn. En vlak achter die woestijn lag een paddenstoelenbos. Dus dan moet dan dit paddenstoelenbos zijn en deze woestijn. En als dat niet zo is, dan is het een rare plek voor een woestijn trouwens. Gewoon hier, bam. Gewoon hier zit het water. Boom, zand. Gewoon in één keer gehops of flops. Ach ja, het is niet anders. Het is wel een lekker herkennings... Ik wou zeggen, het is wel een lekker herkenningspunt. Lekker duidelijk. Als je gewoon weer... Gaat daar toch eens op. Stomme blaadjes. Kijk, dan moeten we er hier doorheen. En dan zou het achter deze berg zou het moeten zijn. Technisch gezien. Hé, hey, maat. Nou, ik vind jou heel vervelend. Absoluut. Heb je wel wat leuks voor me toevallig? Ja, maar bruine verf. Een emmer vol met bruine diarree. Heb ik daar interesse in, denk je? Nee. Heb ik interesse in de leads die je hebt? Absoluut. Oftewel, sterf. Geef me die lead. Waar ben je? Ja, maar. Waar ben je? Heb je mijn lead? Oh, ik heb er weer eentje. Hi. Kan ik jou meenemen? Dat zou heel erg tof zijn. Kom. Aan de voet. Kom. Bup, bup. Klap. Ik weet niet of ik hem mee kan nemen, hoor. Waarschijnlijk despawnt hij binnenkort. Maar het is wel leuk. Ja, dat beest despawnt toch? Of niet? Ja, hier. Ja. Inderdaad. Hier. Neem iets. Hier. Neem tuf. Alsjeblieft. Tuf. Hier. Jij tuf naar mij. Ik tuf naar jou. Alsjeblieft. Oké, Thor. Thor is een beetje tevreden. Of boos op me. Snap ik wel. Ik ben ook heel boos op mij. Ik ben zeer ontevreden over mijn eigen gedrag de afgelopen afleveringen. Ik dacht het allemaal wel even goed te doen, hè. Bleek het allemaal behoorlijk tegen te vallen. Maar goed, we zijn weer thuis. Dat is positief. We zijn bijna thuis. En als we thuis zijn, kunnen we al die mooie nieuwe dingetjes kunnen we pakken. En dan kunnen we daarvan gaan genieten. Waaronder nieuwe pickaxes. Want die heb ik gewoon nodig. Het is dom. Het is niet anders. Maar weet je wat ik doe? Ik ga gewoon... Wat zullen we doen? Een stuk of 5, 6, 7 pickaxes maken van het ijzer wat we hebben. En dan zullen we toch echt... Jemig, Thor. Ik zei toch sorry. Dan moeten we toch echt onder de grond gaan. We moeten echt meer diamonds hebben. Want als ik geen diamonds heb... Dan kan ik natuurlijk nooit een scheurbotep maken. Ik kan nooit een enchantmentkamer maken. En die dingen hebben we gewoon nodig in deze wereld. We zijn ondertussen bijna bij aflevering 50... En we hebben nog niks geenchant. Helemaal niks. En dat kan natuurlijk niet, hè.
Dat is poep, dat is onzin, dat kan niet. Dat is een Minecraft Pro niet waardig. Oké, okay, let's do 1, 2, 3, 4. Zo, achterin. Hoppakee, hier gaat een beetje in. Zo, hoppakee, hier gaat wat in. Bam, bam. Wat zullen we hier smelten? Goud, hopseflops. En hier doen we dan de rest eventjes in. Bam, 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 bam. Dan droppen we even alle stenen die we niet meer nodig hebben hierin. Kunnen we allemaal weer gebruiken voor nieuwe gebouwen. Dit is trouwens nog steeds een tof iets. Cobbled Deep Slate. Geen idee wat je ermee kan. Maar ongetwijfeld iets heel tofs. Gravel kan hier natuurlijk bij. Dit hebben we even niet nodig. Hoppakee. Dat er maar in dan. En dan maken we van dat kool, maken we wel even koolbloks of zo. Dat neemt minder ruimte in beslag. Dat is positief. Hoppakee. Mooie zwarte blokken. Daar wordt een mens heel blij van. Flop. 17 koolbloks. Kunnen even in de dure dingenkist. Hoppakee. Wel onthouden dat het er ligt, hè jongens. Als weet ik het wel weer. Deze lead kan hierbij. Bones. Hey, ook interessant. Goud. Raw gold. Waarom zit dat hier? Waarom zit dat niet hier in mijn oven? Dat is te veel onzin. Deze eventjes hier zo. Hoppakee. Bam. 9. En dan meer hout. Heb ik ergens hout? Ja, ik heb hier stokjes. Zo, dan kan ik wel twee hele pickaxen van maken. Wow. Is het veel? Nee. Is het genoeg? Bij lange na niet. Maar hey, het is een begin. 1, 2. Hoppakee. Nieuwe iron pickaxes. Hier nog meer uit. Ik ga wel eerst hout halen. Want hier zit niks in, toch? Yo, Thor, doe even chill, broer. Je maakt de baby wakker. Al die herrie en al die ellende. I need meer hout. Hout. Ik wou zeggen steen. Ik kan geen stenen pickaxe maken. In ieder geval niet met een stenen handel. Komt u maar. Heb ik hier hout? Ja, meer dan voldoende. Oké, droppen we hier de rest even in. Gewoon puur uit gemak. Lapis lazuli in de dure dingenkist. Dit kan hier eventjes in buckets. Oh, laten we deze ook even meenemen. Hop. Bucketje water extra. Die erin, die erin. Dit maken we gewoon even hout dan. Zo, hoppakee. We nemen gewoon ook wat standaard hout mee. Gewoon bam, 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 bam. Dan gaan we op avontuur 2.0. Dat is wat we doen. Gewoon nog een keertje. Dat zeggen de Teletubbies ook altijd, hè. Ik heb vroeger les gekregen van de Teletubbies. En de Teletubbies zeiden altijd, nou, in een filmpje, zeiden ze, nog een keer, nog een keer. Nou, dat doe ik ook. Ik ben op avontuur geweest, het is niks geworden. Dus ik doe gewoon nog een keer, nog een keer. En we gaan het gewoon nog een keer proberen. Komt u maar. Want de aanhouder, dat is een heel bekend spreekwoord, die wint. Ik kan zeggen van mij wat je wil, maar ik ben wel een aanhouder. Hops of flops. Bam, bam. Die gaan mee. Zo, hoppakee. Ik heb meer fakkels nodig natuurlijk. Niet meer fakkeltjes in mijn leven. Blok of coal. Maken we dit weer even zo van. Hop, 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 hop. Bam, wat zei. Die er bovenop. Bam, fakkeltjes. Prachtig. Stokjes gaan mee. Lapis lazuli gaat in de kist. Zo, glow lichen liggen. Geen idee wat ik ermee moet. Maar ik heb het. Waarschijnlijk is het alleen maar weer voor decoratie. Dit gaat mee. Dit gaat mee. En kijk, al die... Hier zou je toch iets mee moeten redden, jongens. Come on, dit zou toch prima te doen moeten zijn. Het wordt wel donker trouwens. Als ik nu ga slapen... Wacht. Let's do een tukkie. Met mijn pickaxe in mijn hand. En dan gaan we dat gewoon nog een keer proberen. Gewoon nog een keertje. Hoppakee. Stop met regenen, please. Dank u. Oké, okay. Herkansing. Take 2.0. Vergeet de afgelopen twee afleveringen. Afgelopen twee afleveringen waren poep. Spreekwoordelijke poep met stukjes pinda. En dan gaan we dat gewoon nog een keer proberen. Want zoals ik al zei, ik ben een aanhouder. En deze keer gaan we het gewoon heel systematisch aanpakken. Ja? We gaan geen gekke dingen doen. We gaan geen gekke regeltjes volgen. We gaan geen gekke weggetjes volgen. We gaan gewoon hakken. Ja? Gewoon recht. Dat is alles wat we doen. Gewoon recht. Dan kan er niks misgaan ook. Oké, let op. Hier zijn we erin gegaan. En waar ging het mis? Toen ik hier die cobblestone in ging, hè? Ja, dan gaan we het gewoon maar zo doen. Hoppakee, dan gaan we gewoon rechtdoor. Oh, nope, we gaan niet gewoon rechtdoor. Stop, paniek. Oké, plan B. Andere kant. Gaan we gewoon daar erin. Ja, gaan we gewoon hier erin. Via deze kant dan maar. Even kijken hoor, hoe kunnen we dan zo... Hoe diep zitten we eigenlijk? 11. 11 is toch nog steeds goed? Het is toch niet zo dat ze intussen in 1.18 de richting van diamonds veranderd hebben? Of de plek, dat is toch niet zo? Hoppakee, het zit toch niet in één keer op level 80 of zo, hè? Dat zou ook zomaar kunnen, die sneaky bastards van Minecraft. Dat ze in één keer de boel veranderd hebben. We gaan gewoon hier naartoe en we gaan rechtdoor. We gaan rechtdoor, net zolang dat we of met onze bakkers in de lava staan, of dat we diamonds hebben, want dat is het een of het ander. Maar ik moet en ik zal diamonds hebben.
En we gaan gewoon lekker rechtdoor, straight on, straight on. Dan komen we er vanzelf een paar tegen. Toch? Gewoon de ouderwetse strip mine manier. Werkt nog altijd het best, waarschijnlijk. En ik moet mezelf niet laten afleiden als de goudvis die ik ben. Ik weet het, ik ben absoluut schuldig. Ik ben één grote goudvis. Ziekte friemel. Maar ik moet het wel... Kijk, als ik het nou hier makkelijk zie zitten... En dit heeft niks met afleiding te maken, hè. Maar gewoon eventjes met slim verkennen. Kijk, als ik hier nou zie zitten, die diamonds... Dan hoef ik natuurlijk... Dan hoef ik natuurlijk geen 20 kilometer onder de grond te gaan duiken. Dit heeft niks met afleiding te maken, maar met tactisch plannen van je Minecraft-avontuur. Het is hier wel heel erg donker en heel erg gevaarlijk. Oké, die kant op. Want dit is nog steeds 11, toch? Ja, we zitten nog steeds op level 11. Dus als we ze ergens zien zitten, dan zou het hier moeten zijn. En we hebben hier hele grote ruimte. Dus je... Lampjes, please. Lampjes, gewone lampjes. Hoppakee. Kijk, het is allemaal open ruimte. Maar zien jullie diamonds? Ik niet. Ik zie van alles, behalve die grote glimstenen. Come on. Dat is alles wat ik nodig heb. Come on, die kant op. Het gaat hier wel heel diep door, hoor. Het is wel, als ik ze ergens ga vinden, dan ga ik ze hier vinden. Als ik ze hier niet vind, dan vind ik ze nergens. Het is nu of nooit, wat mij betreft. Komt u maar. Hoppakee. Big ass lava lake. Gaan we ze hier vinden? Waarschijnlijk nog steeds niet. Maar goed, hè. En mensen mag blijven hopen. Zolang er hoop is, is er leven. En zolang er geen hoop... Als er geen hoop meer is, is er ook geen leven meer. Dus hier... Oh, er is ergens een vleermuisje in de lava gevlogen. Oh, dat is wel een beetje dom van die vleermuis. Verkeerd. Die. Ja, zo grappig. Dan gaan we hier ook nog even om het hoekje kijken. Is hier nog wat? Hierachter. Tuurlijk zitten ze hierachter. Let op. Nope. Oh, please. Als ik nou dat doorzichtige kijkmod had, weet je wel? Dat je gewoon overal doorheen kon kijken. Sowieso dat ik omringd ben door diamonds. Absoluut. Ze zitten overal... En waarschijnlijk precies net niet op de plek waar ik aan het zoeken ben. Het is echt verschrikkelijk. Hoe moeilijk kan het nou wezen? Gewoon een paar van die blauwe glimstenen. Is alles wat ik nodig heb in mijn leven. Wacht. We gaan ook even hier een spreekwoordelijke kurk in proppen. Opske. Maar dat is hier natuurlijk wel vrij link, hè. We moeten wel gewoon kunnen vinden waar we vandaan kwamen. En volgens mij kwamen we hier vandaan. Dus gaan we ook nog even die kant op. Daar zouden ze ook nog kunnen liggen, want dit is nog steeds niveau 11. Dus ze kunnen ook nog gewoon hier liggen. En als ze hier liggen, vind ik dat ook niet erg. Dan is het ook helemaal dikke prima. Nope, natuurlijk. Natuurlijk niet. Wat had ik dan gedacht? Dat ze dat in één keer allemaal massaal hier... Nee, hou nou op. Stomme water. Dat ze allemaal massaal hier zouden liggen. Nope. Oh, dit is toch deprimerend. Wow. Ho. Ik zie paddenstoelen. En ik zie zo'n groene. Als ik een groene vind, dan zijn de blauwe ook niet ver uit de buurt. Toch? Of niet? Kom hier. Hoppakee, ik heb een emerald. Dat is meer dan dat ik de afgelopen 3 afleveringen gevonden heb. Oh, dan zijn de diamonds ook in de buurt. Jawel, ik kan ze ruiken. Je kan diamonds ruiken, hè. Diamonds ruiken heel erg... Naar barbecue ruiken diamonds. Ze moeten toch gewoon hier zijn. Hoe? Ingewikkeld is dit. Come on. Ik ben 3 afleveringen bezig. Ik vind helemaal niks. Ja, poep en ellende. Dat is alles wat ik tegenkom in deze wereld. En wat extra iron. Ach, ik ben weer afgeleid, hè. Ik zeg nog zo, nog amper 10 minuten geleden. Ik ben een ongelofelijke goudvis en ik laat mezelf afleiden. En wat doe ik nu weer? Mezelf laten afleiden als de enorme goudvis die ik ben. Zucht. Het is af en toe best moeilijk, hoor, om mij te zijn. Geloof het of niet, het is best zwaar om de Vaco te zijn. Om gewoon afgeleid te zijn door jezelf. Het is één groot drama. Maar ach, we gaan gewoon eventjes de weg weer terugvinden en we gaan weer terug. We gaan weer terug naar het oorspronkelijke plan. Want plan B werkt niet, plan C werkt ook niet. Dan gaan we voor plan D. Altijd plan D. Plan D is altijd geweldig. Always use the D als je een probleem hebt. Dat is echt regel 1. Oké, wacht. Waar kwamen we uit? Moet even de uitgang zien te vinden. Hier kwamen we uit. Oké, hier zijn we erin gegaan. Toch? Ja. Dan gaan we gewoon die kant op. En dan gaan we gewoon rechtdoor alsof er niks aan de hand is. We trekken ons nergens wat van aan. We doen net of er niks aan de hand is. En gewoon rechtdoor. Ja?
dwars door de bruine troep die in deze tunnel zit. Gadverdamme. Ik heb nog een bruine troep in mijn tunnels. Wat is dit nou weer? Deze tunnel is ook nog eens een keer lek. Oh, ellende, man. We gaan gewoon rechtdoor. Trek ons er niks van aan. Gewoon op, oké. Als de dappere Hollanders die we zijn. Gewoon door. Niks van aantrekken. Immigraden, ouders, we vinden ze vanzelf. Come on. Come on. Wat heb ik toch misdaan dat het leven zo tegen zit. Deze nemen we wel mee, hè. Die is makkelijk. Het leven zit enorm tegen. Ach. Hey, weet je, als het leven geen tegenslag kent, dan kent het leger ook geen meevallers, hè. Want het is natuurlijk de duisternis die betekenis geeft aan het licht. Wow. Diepzinnige shit, Vaco, diep onder de grond. Ging ik bijna zelf naar het licht. Hoppakee. Levenslink. Wat is dat nou toch, jongens? Hoe moeilijk kan dit zijn? Waarom is dit alleen bij mij? Want als ik mensen in de reacties zie, dan is het altijd van... Vaco, ik heb altijd binnen 3 minuten diamond. Nou, je ziet hoe ik mijn best doe, hè. Niks cheaten, niet stiekem ergens diamond verstoppen en dan zeggen... Oh ja, die heb ik even offscreen gemined. Nee. Gewoon keiharde noeste Minecraft-arbeid. Dat is wat ik doe. Wat ik allemaal voor jullie over heb. Alle resources die ik heb gaan op aan dit soort ellende. Ach, hè. We moeten positief blijven denken. Uiteindelijk vinden we diamonds. En dan zeg ik, zie je wel, de aanhouder wint. Dat is belangrijk. Je moet gewoon... Na noeste arbeid is het goed rusten. Dat is ook een belangrijke, diepzinnige Vaco-uitspraak. Die kan zo op een tegeltje. Na noeste arbeid is het hard werk. Dat slaat helemaal nergens op, Vaco, maar goed. Na noeste arbeid is het goed rusten. Dat is de uitdrukking. Al zit er bij mij waarschijnlijk weinig rust in. Ik moet gewoon doorgaan. Hoppakee, komt u maar. Gewoon lekker door. Had ik een schep mee moeten nemen? Jazeker. Had ik een schep moeten maken? Absoluut. Heb ik een schep gemaakt? Nee. Ben ik een ongelooflijk sukkel? Jazeker. Oh, bijna. Maar moet je even nagaan, hè? Oh, daar gaat de eerste. Oké, we gaan even tellen. Hoeveel pickaxes we nodig hebben voordat we eindelijk diamond hebben. We hebben deze ene. En we hebben er gisteren ook 2 vernacheld. Dus dat is ondertussen al 3 volledige iron pickaxes. En we hebben nog niet eens iets gevonden wat leek op diamond. Ja, deze. Deze groene steen. Maar dat is niks. Daar kan ik niks mee. Ja, ruilen. We hadden met die andere knaap kunnen ruilen. Met die handelaar. Oh, dat had op zich wel gekund. Had hij diamonds? Nee, hè? Is het überhaupt mogelijk om bij zo'n handelaar voor diamonds te ruilen? Als dat zo is, dan moet ik natuurlijk, als die ooit nog eens een keertje langskomt, dan moet ik er wachten. Hier gaan we wat aan doen. Hier word ik heel chagrijnig van. Als dat zo is en je kan voor diamonds ruilen bij die knaap, dan moet ik hem natuurlijk vangen en zo snel mogelijk proberen een soort van trading station op te zetten met hem. Dat zou het leven heel stuk makkelijker maken. Steen maar even, I guess. Dat heb ik weer iron meegenomen? Nee, natuurlijk niet. Dat zou het leven allemaal veel te makkelijk maken. Oh, dat vond ik allemaal best wel mee. Het valt allemaal best wel mee. Hoeveel heb ik nodig? Ik word hier heel chagrijnig van. Op een schaal van 1 tot... Hoe chagrijnig zijn jullie, jongens? Ik ben zeer chagrijnig. Ik snap dat je morgen niet nog een keer gaat kijken naar de volgende video. Ik snap het. Ik snap het volledig. Ik kan er niks aan doen. Het is allemaal eerlijke noeste Minecraft-arbeid die jullie zien. Bij de Vaco. Geef dan toch maar even mee, hè. I guess. Als we dan toch midden met onze neus in een of andere coal ore mine staan, ja, dan neem ik het mee ook. Als zit ik over 20 afleveringen weer te piepen van, nou, ik had eigenlijk wel wat kool willen hebben. Maar ja, heb ik het niet meegenomen. Dan roep ik voor mezelf, ja, Vaco, eigen bult. Eigen bult, dikke schuld. Nee, huh? Nee. Zo gaat de uitdrukking niet, Vaco. Eigen bult, dikke schuld. Nou, ik eigenlijk wel. Oké, wacht. Er is licht aan het einde van de tunnel. Jemig. Oké, door. Hoppakee. Dus niet zeuren. We gaan gewoon door. In mijn gradaus. Ik begin haast te twijfelen aan mijn eigen skills. Er zitten toch wel diamonds op level 11? Of ben ik nou helemaal knetter van het paadje af? De afgelopen 10 jaar kon je diamonds vinden op deze hoogte. En nou in één keer niet meer? Dat is toch niet anders in 1.18 of wel? Ik ga mij niet vertellen dat ze in één keer de diamonds op level 36 neergezet hebben. Echt niet. Daar geloof ik helemaal 3 keer niks van. We doen het dan maar zo, hè. Ik hoor weer lava. Sta ik zo meteen weer met mijn bakjes in de lava? Ongetwijfeld. Daar. Ik hoor allemaal ongure types. Ik wil geen ongure types. Laat me met rust. En kijk. Anti-zwaartekrachtswater. Dat is cool. Dat wil ik op zich ook wel hebben. Anti-zwaartekrachtswater. Zit het dan hier? Nope.
Nope. Hebben we er dan interesse in? Nee. Gewoon door. Gewoon rechtdoor. Net zolang dat we wat nuttigs vinden. Bijna hete tenen. Bijna hele hete tenen. Oh, nee, niet die. Deze. Hoppakee. Zo, en door. Bijna pickaxe nummer 4 naar de graftaffers. Het is weer zo'n gigantisch onderwater lavameertje. Waar we helemaal niks aan hebben. Hopse flops. Ik neem wel een beetje lava mee trouwens. Oh, pauw. Ik wou zeggen, ik neem een beetje lava mee. Maar nee hoor. Wat te vaak. Het zijn er twee. Het zijn er minimaal twee. Is dat genoeg voor een pickaxe? Nee. Misschien zitten er meer achter. Misschien zitten er meer in de buurt. Come on. Ik heb er minimaal 3 nodig. Het leven zit met mij. Het leven is geweldig. Jee. Kijk hoe blij. Dit is goeie stuf. Nou, nog zorgen dat het niet in de lava dondert. Oké, wacht. Dit gaan we heel veilig en heel serieus aanpakken. Mijne geute. Kijk wat we hebben. Het is, zoals ik zei, even moeite doen. Maar uiteindelijk hebben we dan precies wat we hebben moeten. Diamonds, bring them on. Geef maar hier. Hoeveel zijn het er? 6. Genoeg voor minimaal 2 pickaxen. Minimaal 2. Ik ben tevreden. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik vind het mooi geweest. Voorlopig even onder de grond. Vaku Gamers, ik ga met jullie terug naar boven. En morgen zijn we boven. En morgen gaan we aan de slag met het maken van nieuwe dingen. Ja, dus we gaan niet meer onder de grond. We gaan iets cools maken. Dat is wat we gaan doen. Ik ga goed nadenken over wat het precies is. En ik zie jullie morgenochtend bij een volgende aflevering van Minecraft Survival. Hier op Vaku Games Reloaded. En jongens, smash even die like. Want de aanhouder, die wint. Mazzel!